Leuk dat je kijkt naar deze presentatie over hoofdstuk 1 voor klas 3. Het gaat over de wereldeconomie. We hebben het boek Buitenland gebruikt, de nieuwste editie. In dit hoofdstuk gaan we ons afvragen hoe het economisch beeld van de wereld de laatste tijd is veranderd. We beginnen bij paragraaf 1.2. Die ziet er als volgt uit in het boek. En 1.2, daarin wordt besproken of het economisch wereldbeeld kantelt. Je ziet een aantal titeltjes die we gaan bespreken. Goederenproductie op drift, handelspatronen verschuiven en de global shift. En er horen dan enkele begrippen bij die je goed uit de begrippenlijst moet kennen. Bijvoorbeeld BRICS-landen, lage lonenlanden, afzetmarkt, productieketen, globalisering, global shift, WTO vergeet ik nog, en een multipolaire wereldeconomie. In klas 2 heb je al een hoofdstuk gehad over arm en rijk. Dit hoofdstuk is eigenlijk gewoon een voortzetting van dat hoofdstuk. Dat betekent ook dat je dingen uit klas 2 nog moet weten. Je kunt daarvoor de PowerPoint-presentatie bekijken die ik al geüpload heb. Ik geef je een hele korte samenvatting ervan, want eigenlijk ging het vooral over de vraag hoe meet je nou hoe rijk een land is. Dus hoe meet je welvaart? Welvaart meet je op twee manieren. Door te kijken naar het BNP per hoofd en de verdeling van de beroepsbevolking. Mocht je dit nou helemaal niks meer zeggen en je weet niet de achtergronden, bekijk dan zeker de andere filmpjes nog eens een keer. Dan nu het vervolg, want wat komt daar dan nog bij? We zien al langer de verschuiving van productie in de wereld. Dat kun je aan drie feiten zien. Feit 1, in 20 jaar is de productie in centrumlanden met 35% afgenomen. Dat is nogal wat. De productie in rijke landen neemt af. Feit 2, in 20 jaar is de productie in de BRICS met 15% toegenomen. En als het goed is weet je nog wat de BRICS zijn. Een afkorting voor Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Feit 3 is dat China meer goederen tegenwoordig produceert dan de Verenigde Staten van Amerika. Daarmee kun je zeggen dat er wel degelijk een verschuiving is in productie in de wereld. Hoe kun je dat zien? We zien een paar dingen. We zien ten eerste dat de verschuiving van productie van het centrum naar de semi-periferie sinds 1980 ongeveer plaatsvindt. De belangrijkste reden is wellicht de kostenbesparing. Het is simpelweg goedkoper. We zien als tweede dat er een verschuiving is van productie omdat landen als China en India fantastische nieuwe afzetmarkten zijn. Landen waarin mensen rijker gaan worden en landen waarin mensen meer willen gaan kopen. En daar wil je dan bij zijn. Want mensen moeten jouw product gaan kopen. Deze twee ontwikkelingen zien we sinds de jaren 80 ontstaan. De wereldhandel is veranderd. Het aandeel van Europa neemt langzaamaan af. Het aandeel van de Verenigde Staten neemt langzaam af. En wat je heel erg duidelijk kan zien is dat China enorm in opkomst is. En China is het land dat we het meest als voorbeeld gaan gebruiken. De wereldhandel neemt de afgelopen jaren toe. Dat is eigenlijk al zo vanaf 1953. En het gaat steeds sneller. Er wordt steeds meer wereldwijd gehandeld. Dat is het idee achter dit hoofdstuk. We hebben inmiddels een aantal dingen vastgesteld. Met name dat de productie aan het verschuiven is van Amerika en Europa richting Azië. En de vraag is, hoe is dat eigenlijk mogelijk? Hoe kan het dat de wereld nu op een andere manier functioneert dan, zeg maar, 20 jaar geleden? Dat ligt aan een aantal dingen. Ten eerste zien we heel sterk dat de productie van goederen is verdeeld in een productieketen. Zometeen zullen we dat verder uitleggen. We zien dat er steeds snellere en goedkopere transportmogelijkheden zijn om alle goederen over de hele wereld te verdelen. En we zien als derde dat de handelsgrenzen steeds meer vervagen dankzij het instituut WTO, World Trade Organization. Door deze ontwikkelingen is de globalisering ontstaan. En globalisering kun je uitleggen als het steeds kleiner worden van de wereld. De goederen worden op steeds grotere schaal geproduceerd en verdeeld over de rest van de wereld. En je kunt steeds sneller en goedkoper overal komen. De wereld wordt een dorp, zegt men wel eens. De productieketens zijn veranderd.
Een productieketen is een manier van producten maken. Waar het vroeger vrij simpel ging, is dat tegenwoordig heel complex geworden. Heel veel producten zijn complex geworden. Vroeger zag je dat grondstoffen werden verwerkt tot halffabrikaten en dat dat werd verwerkt tot eindproducten. En dat gebeurde vooral in de eigen regio, in een klein gebied, bijvoorbeeld in een land. Tegenwoordig zijn productieprocessen wereldwijd. Er zijn steeds meer grondstoffen nodig, steeds meer hulpstoffen nodig, die samen een halffabrikaat worden. Maar die producten en die grondstoffen moeten wel samen naar één fabriek. Die halffabrikaten bestaan weer uit verschillende onderdelen die samen weer in elkaar moeten worden gezet in een andere fabriek. Al die onderdelen samen worden uiteindelijk het eindproduct. Dat eindproduct is geschikt voor de afzetmarkt. Een steeds ingewikkelder wordende proces. En daarom is de handel ook steeds internationaler geworden. Want de grondstoffen komen bijvoorbeeld uit Afrika. De hulpstoffen uit Azië. Het wordt in China in elkaar gezet. In Europa doen we er ook nog wat mee. En uiteindelijk wordt het wereldwijd verkocht. Is globalisatie positief? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Want dit zijn allerlei redenen die je kan aanvoeren. Je geeft arme mensen een baan. Want de arme Chinezen die eerst geen baan hadden, kunnen nu wel in een fabriek gaan werken. Bovendien is er ook dan werkgelegenheid gecreëerd voor bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs die de goederen moeten aan- en afvoeren. Dus directe en indirecte werkgelegenheid. We zien sinds de jaren 80 dat het aantal centrumlanden groeit. We zien dat er meer welvaart komt onder brede lagen van de bevolking. Dat er meer technische kennis is in arme landen. Dat er meer geld vrijkomt voor onderwijs, gezondheidszorg. En dat arme landen steeds meer politieke invloed krijgen. Ook hier is China weer een mooi voorbeeld. China is een echte wereldspeler geworden. Maar natuurlijk zijn er ook negatieve dingen aan globalisatie. De critici zeggen dat de arbeiders over het algemeen uitgebuit worden. En dat klopt. Ze moeten tegen gigantisch lage lonen urenlang werken. Een gemiddeld loon voor een Chinese arbeider is zeg maar 30 euro per maand. En daar moeten ze dan 6 à 7 dagen per week voor werken. En zelfs dat is dan nog gunstig. Er zijn meer milieuproblemen gekomen in arme landen. De sociale ongelijkheid in arme landen is enorm gestegen. Mensen die wel werk kregen in een fabriek zijn rijker geworden, maar de allerarmsten niet. En die kloof wordt steeds groter. We zien ook dat bedrijven heel snel weer wegtrekken naar goedkopere gebieden. Dus is een kustgebied in China heel goedkoop, dan gaan de bedrijven daar naartoe. Maar wordt vervolgens India goedkoper, dan zullen ze zo de boel achterlaten en in India verder gaan. En de critici zeggen ook vooral dat Europa heel veel banen verliest. En dat zie je natuurlijk ook in Amerika terug. De productie die wij hier ooit deden, vindt nu dus plaats in landen als China. Globalisering kun je omschrijven als gebieden die met elkaar verbonden zijn. En dat zie je dus steeds meer sinds de jaren 80. En we zien dan ook dat het handelszwaartepunt verschuift. We noemen dat ook wel Global Shift. De Global Shift vindt plaats naar de BRICS, naar landen in Oost-Azië en bijvoorbeeld een land als Mexico. Dit zijn de nieuwe economische reuzen. De plek waar de mensen onze producten gaan maken en vervolgens kunnen wij die kopen. Voor ons natuurlijk al een voordeel, want de arbeiders in deze landen zijn een stuk goedkoper, waardoor onze eindproducten ook een stuk goedkoper zijn. Je zou kunnen zeggen dat we in een multipolaire wereldeconomie leven. Er liggen economische kerngebieden in diverse plekken in de wereld. Meerdere gebieden zijn belangrijk qua economie. En dat was 20 jaar geleden wel anders, toen alleen Europa en Amerika de economie regeerden. Die verschuivende handel kun je ook mooi zien op dit kaartje. De groene gebieden zijn de oude markten die invloed verliezen. De oude reuzen die vroeger het belangrijkste waren qua economie. De blauwe groeimarkten die vrij recent zijn opgekomen, zie je vooral in India en China. Enorme gebieden die groeien. En dan vooral de kustgebieden. Er zijn ook nieuwe kleine landjes die langzaamaan op beginnen te komen. Brazilië, Argentinië, Mexico, Zuid-Afrika, het Midden-Oosten, Turkije, Indonesië. Het zijn allemaal gebieden die in de toekomst een grote rol zullen gaan spelen bij de wereldeconomie. Dat kan qua afzetmarkt, maar dat kan natuurlijk ook gewoon qua productie.
Je weet nu hoe de wereld is veranderd. Bij paragraaf 1.3 gaan we nog wat verder de geschiedenis in. Hoe hebben die handelstromen zich in het verleden nou ontwikkeld? De paragraaf ziet er als volgt uit. De titel: Ontwikkeling van de handelstromen. Met als subtiteltjes: Koloniale verhoudingen van 1500 tot 1950. Met een duidelijke tweedeling: 1500 tot 1800 en 1800 tot 1950. Dan einde van de oude relatie, 1950 tot 1990. Daarna de vrijhandel verandert de wereld na 1990. Een geschiedenisles dus van 1500 tot en met, zeg maar nu. Vat je de geschiedenisles samen, dan kom je tot deze jaargetallen. Van 1500 tot 1800 zag je vooral handelskolonialisme. Een tijdperk waarin wij met boten naar andere delen van de wereld voeren, daar specerijen en dergelijke vandaan haalden. Tussen 1800 en 1950 veranderde de relatie wat. Industrieel kolonialisme. Men ontdekte dat die arme landen al goedkoop konden produceren en werden steeds meer de baas in die landen. We gingen ze echt koloniseren. Van 1950 tot 1990 betekent eigenlijk dat het kolonialisme verdween. In de Tweede Wereldoorlog waren wij bezet geweest en we kwamen erachter dat wij dat natuurlijk ook hadden gedaan bij onze koloniën. En al snel was er sprake van dekolonisatie. De koloniën kregen zelfbestuur. Het is dus het einde van de oude relatie. Hoewel die relatie wel lang in stand bleef en misschien nog steeds wel in stand blijft. Je ziet in deze periode ook een aantal grote handelsblokken ontstaan. De Eerste Wereld, het kapitalisme. De Tweede Wereld, het communisme, vooral in Rusland en omstreken. En als derde de ontwikkelingslanden die daar een beetje bij hingen en vaak moesten kiezen tussen die twee handelsblokken. Tussen 1990 en nu zie je steeds meer vrijhandel en de vrijhandel leidt tot global shift. Dat hebben we in paragraaf 1.2 natuurlijk al gehad. Dit is grofweg de geschiedenis van de wereldhandel. En als het goed is, heb je in de les daar diverse schema's van gemaakt. Een van die schema's is dit. Dit is een hele aardige samenvatting die je vindt in deze PowerPoint en ook kunt vinden in je werkboek. Het laat precies zien wat je moet kennen met de diverse bronnen uit je boek erbij. Je ziet ook vooral de kolom verschil met de vorige periode. Dat is een erg belangrijke. Maar ook de gevolgen voor de handelstromen zijn erg belangrijk. Hoe heeft dit onze wereld beïnvloed? Wat deed het met de ruimte om ons heen? En dat zijn typisch aardeskundige vragen. 1.4 gaat over de ontwikkeling op verschillende snelheden. En eigenlijk hebben we het simpelweg over het centrum, de semi-periferie en de periferie. Drie gebieden die zich met verschillende snelheden economisch gaan ontwikkelen. Deze paragraaf is heel gestructureerd. Het gaat in als eerste over de oorzaken van armoede. Die kunnen onderscheiden in interne en externe oorzaken. Eerst de interne oorzaken. De interne oorzaken zijn de oorzaken die liggen aan het land zelf. Wat kan Brazilië er nou aan doen dat ze arm zijn? Daar heeft Nederland geen invloed op. Daar heeft het buitenland geen invloed op. Nou, interne oorzaken kun je dan weer verdelen in natuurlijke oorzaken en menselijke oorzaken. Qua natuurlijke omstandigheden kun je zeggen dat het klimaat, de hulpbronnen of de vruchtbaarheid in een land niet erg gunstig zijn. Het kan te heet zijn, het kan te koud zijn, het kan te nat zijn, het kan te droog zijn. Hulpbronnen. Als een land veel olie in de grond heeft, zal het van nature makkelijker kunnen ontwikkelen dan landen die absoluut geen hulpbronnen hebben. En ook bijvoorbeeld de vruchtbaarheid van het land speelt een grote rol. Is dit land wel geschikt voor landbouw? Maar ook de ligging van een land kan heel veel invloed hebben. Heeft het land een kust of niet? Ligt het helemaal in het binnenland, omsloten door andere landen of niet? De ligging kan dus erg belangrijk zijn bij de vraag, is een land armoedig? We zeggen soms wel eens dat het onze schuld is dat arme landen arm zijn, omdat we ze te weinig loon betalen. Maar dat is te simpel gedacht. Er zijn ook heel veel interne oorzaken. Kijk je naar de menselijke oorzaken, dan kun je bijvoorbeeld kijken naar het politieke systeem. Er zijn landen met weinig democratie, met weinig mensenrechten. Die landen zullen zich moeilijk ontwikkelen. Er zijn landen met een enorme bevolkingsgroei of een matige leeftijdsopbouw. Bijvoorbeeld
een hoog geboortecijfer, een enorme beroepsbevolking en veel werkloosheid omdat al die mensen een baan moeten hebben, maar dat niet kunnen vinden. Menselijke oorzaken dus. En ook de sociale ongelijkheid in een land, te meten met het Gini-coëfficiënt, zou je kunnen meepakken als je kijkt naar de menselijke oorzaken van armoede in een land. Maar natuurlijk, er zijn externe oorzaken. Want een land als Brazilië is dan wel arm en dat ligt aan de sociale problemen in het land zelf of de natuurlijke omstandigheden in het land zelf. Maar ook de geschiedenis speelt een belangrijke rol. Bijvoorbeeld het koloniale verleden van een land. Wij waren de baas in koloniën en hebben daar jarenlang de baas gespeeld. En op een dag zeiden we, nou weet je wat, we gaan weg, dit willen we niet meer, we gaan een decolonisatie doen. En volgens lieten we die landen zitten, zonder ervaring met bestuur. Soms omdat we grenzen willekeurig hebben getrokken en bevolkingsgroepen door elkaar leefden. Ons koloniale verleden is een oorzaak voor heel veel problemen in bijvoorbeeld Afrika. Maar ook de rol in de wereldeconomie speelt een belangrijke rol. Is dit een land wat meegaat en wat mee kan of juist niet? Bijvoorbeeld de hoogte van de lonen. Wij willen goedkope producten en betalen sommige landen in de periferie wel heel erg weinig. Hoe zit het met het opleidingsniveau van het land? Heeft dit land slimme mensen die zouden kunnen gaan werken of is het opleidingsniveau erg laag? Is de overheid betrouwbaar? Willen westerse bedrijven wel in zee met deze overheid? En hoeveel buitenlandse investeringen zijn er? In sommige landen is dat erg weinig. Allemaal externe oorzaken van de armoede. In paragraaf 1.7 gaan we in op de winnaars en de verliezers. Wat zijn nou in de nieuwe economische handelstromen de landen die goed meedoen en welke kunnen eigenlijk er niet mee? Dit is hoe paragraaf 1.7 er in het boek uitziet. Winnaars en verliezers. Met als titeltje meedoen of achterblijven. Waarin het beeld wordt geschetst van de drie gebieden die we op aarde hebben. Het centrum, de semi-periferie en de periferie. En daarna wordt er ingegaan op twee voorbeelden. De B van de BRICS, Brazilië, wordt uitgelegd. Wat heeft Brazilië dan gedaan om een betere economie te krijgen? En daarna de I uit de BRICS, India. Hoe zit het nou in India? Twee casussen die je uitleggen hoe de winnaars en de verliezers zich op de wereldmarkt begeven. Vanuit klas 2 weet je hopelijk nog wat MNO's zijn. Multinationale ondernemingen. Zoals McDonald's, zoals Apple, G-Star. Noem al die bekende merken maar op. We zien om ons heen eigenlijk alleen maar grote producten van MNO's. Nou, die MNO's die regeren wel een beetje de economische wereld op dit moment. Zij bepalen waar ze fabrieken opstarten. Zij bepalen waar we weggaan. En de regeringen laten zich vaak ook wel leiden door de MNO's. Al met al zijn er door die MNO's een aantal gebieden ontstaan. Gebieden die globalisering sturen. Gebieden die globalisering volgen. En de gebieden die achterblijven. En dus heb je het weer. Het centrum, de semi-periferie en de periferie. Ik hoop dat je die dingen gaat herkennen. Als eerste de gebieden die globalisering sturen. Traditioneel gezien zijn dat de landen uit de triade, ook wel de centrumlanden genoemd. Je ziet ze hier. Europa behoorde tot het economische centrum. Ook Amerika, of Noord-Amerika moet ik eigenlijk zeggen, behoorde tot het economische centrum van de wereld. En dat geldt ook voor Japan. Dit zijn traditioneel de grote landen die produceren. Als je de wereld van bovenaf zou bekijken, zouden ze in een driehoek, een triade, op de wereld leggen. Deze landen hebben jarenlang de economie gedomineerd. Maar dat is dus aan het veranderen. Voor dit hoofdstuk is misschien wel het meest interessante de tweede optie. Gebieden die volgen. De fabrieken die in de BRICS worden gemaakt, maar ook in de andere landen. Maar vooral die BRICS zijn interessant. Het zijn enorme landen qua oppervlakte, maar ook qua bevolking. En deze landen hebben heel veel economisch potentieel. Er is een uitstekende afzetmarkt en er zijn voor westerse begrippen dan gunstige omstandigheden om te produceren. Zo goedkoop mogelijk betekent dat eigenlijk. De BRICS, Brazilië, Rusland, India, China en South Africa gaan in de toekomst de wereldhandel bepalen. En vanuit dit hoofdstuk gezien is dat dus het meest interessant.
En dan zijn er natuurlijk de gebieden die achterblijven. De landen in de periferie. Het zijn echte krimpgebieden. Plekken waar de economie maar niet van de grond wil komen. Met gigantische hoeveelheden mensen die in de landbouw werken. Met enorme schulden. Landen die soms te droog zijn, soms te heet. Die een corrupt politiek systeem hebben. En die omschrijving past het best bij Afrika. Maar ook dat is niet helemaal eerlijk. Want Afrika kent ook groeigebieden. Het is dus niet alleen maar slecht in Afrika. En wellicht dat Afrika in de toekomst echt wel heel veel potentie gaat hebben. Dezelfde potentie die bijvoorbeeld China op dit moment heeft. Maar in de huidige wereldeconomie zie je nog steeds landen die achterblijven. De landen die vooral grondstoffen leveren, goedkope grondstoffen. En voorlopig ook niet echt zullen ontwikkelen. Een goed voorbeeld is Brazilië. Brazilië is een van de BRICS. Brazilië zelf is zo groot als heel Europa. Nou, dan kun je je voorstellen dat het enorme potentie heeft. En Brazilië zit enorm in de lift. Denk aan het WK voetbal. Denk aan de Olympische Spelen die er wordt gehouden. Brazilië wordt steeds meer een belangrijke speler op de wereldmarkt. En daarmee is het dus een mooi voorbeeld voor dit onderwerp. Kenmerken: een enorme bevolking. Maar Brazilië kent vooral heel veel grondstoffen. En daarom gaat Brazilië het goed doen. De gigantische hoeveelheid materialen die in de grond zitten. Maar Brazilië kent ook hele goede landbouwgronden. Het kan een goede economische speler zijn van landbouwproducten. Brazilië kent een hele gunstige ligging aan de zee, op een relatief vruchtbaar stukje grond. En daarmee is Brazilië een perfecte aanvoerroute voor de wereld. En Brazilië kent een redelijk stabiele regering. Dat wil zeggen dat er geen dictator is, dat er eerlijke verkiezingen zijn. En dat is lekker voor bedrijven. Want een dictator die zomaar jouw bedrijf kan onteigenen of rare regels kan hebben, daar wil je niet zitten. Brazilië is wat dat betreft heel gunstig. Brazilië zit in de lift en dat kun je ook zien als je naar de ontwikkeling van het BNP kijkt. Sinds 2002 is het BNP in euro's per jaar enorm gestegen. En BNP per hoofd is een van de meetmanieren waar we naar kijken. Laat je niet afleiden door 2012, die een klein beetje kleiner is geworden. Brazilië zit echt wel flink in de lift. Zoals gezegd, Brazilië zit chockvol met allerlei grondstoffen. De mijnbouw is enorm. De aardolie die in de grond zit kan een belangrijke rol spelen in de wereldeconomie. Maar ook de landbouwgronden die gunstig zijn in het paarseachtige aangegeven. En het economisch kerngebied ligt rond Rio de Janeiro en São Paulo. Hoe heeft Brazilië nou succes geoogst? Nou, Brazilië heeft een aantal factoren ingevoerd die van belang zijn. Bijvoorbeeld als eerste de importvervangende industrialisatie. Men importeerde heel veel goederen, maar dacht op een gegeven moment, dat moeten we zelf maken. Dat is veel goedkoper en dat levert banen op. Dat hebben ze goed gedaan. In de tweede fase gingen ze exportgericht werken. Dus nu gingen ze niet meer voor de interne markt produceren, maar export plegen. En daardoor wordt het land steeds rijker, want die spullen verkoop je en dat levert geld op. En we zien dus ook dat er daarna heel veel buitenlandse bedrijven gaan investeren in Brazilië. Ze gaan daar hun fabrieken opzetten. En dat is uiteindelijk een route voor succes gebleken. Maar let op, Brazilië is nog steeds een land met heel veel sociale verschillen. Met heel veel economische verschillen. Stabiel is het land nog steeds niet. India is een ander verhaal. India is de armste van alle BRICS. En er leven heel veel mensen nog steeds onder de armoedegrens. En wat dacht je van de bevolking? Er woont meer dan 1 miljard mensen in India. Maar India heeft een steeds beter opgeleide bevolking. De universiteiten in India staan hoog aangeschreven. Voertaal is onder andere Engels. Dus ook die kennis van die wereldtaal is erg belangrijk. En we zien dat er in India steeds meer EPZ's gaan ontstaan. Economical Processing Zones. Grote industriegebieden waar westerse bedrijven gaan zitten, vaak aan de kust. En de westerse bedrijven kunnen daar produceren tegen gunstige belastingtarieven. Ze hebben daar geen importheffingen en al die dingen die je bedrijfsvoering duur maken.
Maar India heeft weinig grondstoffen. En heeft dus is dus een heel ander verhaal dan bijvoorbeeld Brazilië. India kent heel veel kansen, met name in de informatietechnologie en de biotechnologie. Dat zijn hoogwaardige diensten die op zich veel geld kunnen opleveren. Het zijn dus echt slimme mensen. Uit India komen heel veel intelligente mensen die vaak ook wel vertrekken uit India, omdat er in India zelf minder werkgelegenheid is. Maar de mensen die achterblijven of soms terugkeren, die kunnen voor heel veel economische groei gaan zorgen in India. Wat je op dit kaartje ook goed kan zien is dat kustgebieden rijk zijn, zoals je dat heel vaak ziet bij de BRICS. Veel sociale ongelijkheid. De binnenlanden van India zijn arm en de kustgebieden, of het algemeen, zijn veel rijker. Het heeft ook alles te maken met de geglobaliseerde gebieden. Gebieden die erg uitkijken naar de andere delen van de wereld en voor de wereldhandel erg belangrijk zijn. 1.8. Leeuwen en tijgers. We gaan in deze paragraaf wat meer kijken naar de andere gebieden, de achterblijvers. De paragraaf ziet in het boek er als volgt uit. Afrikaanse leeuwen en Aziatische tijgers. We maken een vergelijking tussen Afrikaanse landen en Aziatische landen. Eerste titeltje is groeistuipen met het begrip Aziatische tijgers. Dan Mozambique, brengende grondstoffen welvaart. En op het eind ook nog Vietnam. Babytijger krijgt tanden. Je ziet een heleboel bolletjes staan. Als je een samenvatting maakt, zijn die bolletjes een uitstekende manier van structuur brengen in je tekst. Je kunt je de vraag stellen, is Afrika het nieuwe Azië? Wat we zien in het verleden is dat er Aziatische tijgers waren. Er waren landen in Azië die enorme snelle groei mee maakten. Zeg maar van 1970 tot 2000. Een aantal landen, zoals Vietnam, die zeiden als eerste, kom maar westerse bedrijven. Wij hebben enorme potentie aan mensen die voor jullie willen werken. We kunnen dat goedkoop doen, dus kom maar hier met je bedrijven. En die ontwikkeling heeft zich daarna ook al een beetje doorgezet. Die Aziatische tijgers zijn over het algemeen rijke landen geworden. En nu zijn enkele andere landen aan het volgen. De babytijgers noemen ze ook wel. Na 2000 zijn er landen die ook economisch zijn gaan groeien. En je kunt je af gaan vragen of deze ontwikkeling zich niet gaat doorzetten naar Afrika. Zouden er in Azië en Afrika geen tijgers komen, maar Afrikaanse leeuwen? We gaan in deze paragraaf twee landen met elkaar vergelijken. Mozambique in Afrika en Vietnam in Azië. Vietnam als een van de Aziatische tijgers. En Mozambique? Ja, Mozambique. Het is nu nog een van de armste landen van Afrika. Maar in hoeverre gaat dat veranderen? We gaan ze vergelijken. Mozambique ligt heel erg gunstig eigenlijk. Als je kijkt naar de doorvoer in een land, in zuidelijk Afrika, zou Mozambique een belangrijke rol kunnen spelen. Mozambique kent veel natuurlijke hulpbronnen en een hele grote jonge arbeidskrachten. En ook daar zijn EPZ's aanwezig die je kunnen helpen bij je export. Vietnam ligt misschien nog wel iets gunstiger. Het ligt namelijk al tussen de snelle groeiers die er zijn. In Vietnam zie je heel duidelijk dat de planeconomie, die er door het communisme heerste, wordt vervangen door de vrije markteconomie. Een gunstige ontwikkeling in de wereldeconomie. Maar ook in Vietnam zie je veel goedkope arbeidskrachten. Ook EPZ's zijn aanwezig. Maar meer dan bij Mozambique is Vietnam een land wat aan toerisme kan doen. De regering investeert heel veel in onderwijs en armoedebestrijding. Kortom, Vietnam zit ook sterk in de lift. Je kunt nog meer gaan vergelijken. In Mozambique vind je investeringen uit Zuid-Afrika, Portugal, India, Brazilië en China. Het zijn dus ook de BRICS, gek genoeg, die gaan investeren in Afrikaanse landen. Ook dat is een vrij unieke nieuwe ontwikkeling. Je ziet dat er in Mozambique steeds meer grote landbouwbedrijven zijn met zelfvoorzienende landbouw. Maar nog steeds de nadelen, er is veel armoede, er is veel ontwikkelingshulp nodig en zijn vooral kleine ambachtelijke bedrijven in Mozambique. Vietnam doet het wat dat betreft beter. De industrie wordt steeds belangrijker. Steeds meer mensen gaan in de industrie werken, wat goed is voor je BNP.
Het verstedelijkingsniveau in Vietnam gaat enorm omhoog. Dat gaat ook wel hand in hand samen. De meeste fabrieken zullen gaan ontstaan in de steden, waardoor veel meer mensen naar die stad trekken vanwege de werkgelegenheid. En de werkgelegenheid stijgt sowieso. En we zien ook de bouwsector vooruit gaan. Logisch, als er nieuwe dingen worden gemaakt, als de economie vooruit gaat, gaan men meer wegen bouwen, men gaat meer fabrieken bouwen. Dus die bouwsector zit ook in de lift. Dus als er één klein dingetje verandert, kunnen er veel meer dingen veranderen. Het hele land gaat dan in een positieve spiraal komen. 1.9. Wat doet het dan met Europa? Winnaars en verliezers in Europa, dat is de titel van paragraaf 9. Verschillen in Europa is het eerste titeltje. En we gaan vooral inzoomen naar het Ruhrgebied, van grauw naar groen. Uiteindelijk kijken we ook nog naar Zuid-Duitsland, meer dan Bayern alleen. Je ziet dat Europa langzaamaan gaat veranderen. Enorme industriegebieden die vroeger in Europa waren, die zijn verdwenen. En een van de grootste industriegebieden in Europa was het Ruhrgebied. Daar was enorm veel mijnbouw, zware industrie, metaalindustrie bijvoorbeeld, en al die industrieën zijn grotendeels verdwenen. Zeker alle mijnen zijn verdwenen uit Duitsland. En wat doe je dan met je industrie? Wat doe je met je werkgelegenheid? Je moet aan herstructurering doen. Je moet je land anders gaan inrichten. Zware industriegebieden en arbeidsintensieve productie verdwijnen steeds meer uit Europa. Europa zoekt een nieuwe economische basis, zoals dus het Ruhrgebied. Hoe kun je nou omschakelen? We zien dat Duitsland daar best wel goed in is. Duitsland heeft bijvoorbeeld een grote afzetmarkt en is een dichtbevolkt en welvarend land. Dat heeft nog steeds potentie. Duitsland is goed bereikbaar. En dan hebben we het met name over het Ruhrgebied. En ook de arbeidsmarkt in Duitsland is heel erg goed geschoold. En wat Duitsland heel sterk doet in het Ruhrgebied is niet de oude fabrieken afbreken, maar van iets ouds iets nieuws maken. Hier zie je bijvoorbeeld de gasometer. Vroeger een oude opslagtank voor gassen. En tegenwoordig een tentoonstellingsruimte en een uitzichtpunt. Op het plaatje hier zie je ook nieuwe functies. Dit is bijvoorbeeld een oude fabriek waar men een zwembad in heeft gebouwd. En zo zijn er veel meer voorbeelden. Een grote koeltoren die omgebouwd is tot duikcentrum bijvoorbeeld. Als je dat wat mooier zegt, dan zeg je dat het Ruhrgebied gaat omvormen naar een dienstenregio. Geen productie meer, maar diensten. En dat is waar Europa op dit moment veel beter in wordt. Er zijn bijvoorbeeld heel veel nieuwe industrieën en die high-tech industrieën en heel veel universiteiten. Oude gebouwen krijgen nieuwe functies. Het Ruhrgebied past zich dus goed aan het verdwijnen van de industrie. Duitsland is de grootste economie van deze wereld. En die wordt tegenwoordig vooral aangestuurd in Zuid-Duitsland. Rond, zeg maar, München. We zien dat daar vanuit Zuid-Duitsland enorme export is naar de goede markten. We zien dat bedrijven daar samen gaan clusteren. Er zijn heel veel agglomeratievoordelen. Gunstige omstandigheden in een gebied waar heel veel bedrijven samen op afkomen. En dan ben je niet zozeer elkaars concurrent, maar je kunt elkaar ook min of meer een beetje helpen. Er zijn steeds meer hoogwaardige industrieën die de economie tot grote hoogte doen stijgen. Duitsland doet dat goed. Er zijn universiteiten die het opleidingsniveau omhoog krikken, waarvoor je vervolgens ook hoogwaardige producten kan produceren, waar op zich niet zoveel mensen aan werken, maar wel voor heel veel geld worden verkocht. Zuid-Duitsland is wat dat betreft echt de motor van de economie. En misschien wel de motor van de economie in heel Europa. Want je kunt natuurlijk Zuid-Duitsland niet als één los onder het gebiedje zien. Nee, Zuid-Duitsland heeft verbindingen met Nederland, met Frankrijk, met Oostenrijk, met Tsjechië. En de economieën in heel veel van die landen kunnen opgestuurd worden door de Zuid-Duitse ontwikkelingen. Zoals ook ooit het Ruhrgebied Nederland tot grote hoogte heeft gestuurd met alle aan- en afvoer die je vanuit het Ruhrgebied had naar de haven van Rotterdam. Dit hoofdstuk gaat vooral over de verschuiving van economische processen richting Azië en misschien later zelfs wel Afrika.
We hebben gekeken naar de oorzaken en de gevolgen ervan. We zien dat Europa steeds minder fabrieken kent, dat Amerika steeds minder fabrieken kent en dat andere niet-traditionele gebieden opkomen. Met name de BRICS zijn een heel groot voorbeeld ervan. Maar we zien ook dat dat al heel lang aan de hand is geweest. Al vanaf 1500 zijn we bezig met wereldwijde productie en het veranderen van de wereld. De wereldhandel gaat steeds sneller internationaal worden. Er is steeds meer sprake van globalisering. Dat komt bijvoorbeeld door productieketens, maar ook omdat de handelsgrenzen vervagen en dat de transportkosten steeds lager worden. We kunnen steeds meer en sneller vervoeren. De oorzaken van deze veranderingen kun je herleiden naar interne en externe oorzaken. Naar natuurlijke oorzaken, ook wel fysische oorzaken genoemd, maar ook naar de mens. Uiteindelijk zie je wel dat er een verandering gaat plaatsvinden in arm en rijk. Gebieden zullen sneller rijk worden, gebieden zullen armer worden. En de kloof tussen arm en rijk zal voorlopig nog wel wat groter worden. Fijn dat je naar deze presentatie hebt geluisterd. Ik heb je in ongeveer 36 minuten proberen bij te praten over hoofdstuk 1 van het boek Buitenland over de verandering in de wereldeconomie. Mocht je op een aanmerking hebben, laat het me gerust weten.